Dit is een bespreking van brief 321 van Plinius, gericht aan een zekere Cornelius Priscus. De brief gaat over de dood van Plinius' vriend Martialis. Hij begint met audio, ik hoor, daarvan afhankelijk een ACI, Valerium Martialem decessisse, dat Valerius Martialis overleden is. Decedere, eigenlijk weggaan, vaste metafoor voor overlijden. En letterlijk, ik draag het op een lastige manier. Betekent, ik ben aangeslagen, ik vind het niet leuk, ik ben verdrietig. Die Martialis is hier het onderwerp van Erad. Hij was een homo, een man, een mens. Ingeniosus, acutus, aker, tricolon en asyndeton. Hij was een man, talentvol, scherpzinnig en zuur, letterlijk, energiek, met veel energie. En een man, moet je weer aanvullen, die... Haberet, een man die had, daarvan het leidend voorwerp plurimum, zeer veel inscribendo bij het schrijven van zowel A als van B. A is van zout, sal, betekent zout, een vaste metafoor in het Latijn voor geestigheid, humor. Hij had veel van humor en van fel, en dat is letterlijk gal, van venijn, venijn. En niet... Minder, nec minus, had hij van candoris. Candor betekent oprechtheid. Hij was ook eerlijk. Prosecutus eram, van prosequi, is letterlijk begeleiden. Deponens, dus actief vertalen. Ik had hem begeleid. Ik was hem tegemoet gekomen met een viaticum, dat is reisgeld. Secedentem, toen hij vertrok naar Spanje, is de bedoeling. Martialis was het leven in Rome een beetje zat. En wilde terug naar de plaats waar hij geboren was, in Bilbilis in Spanje. En Plinius, hij had kennelijk zelf het geld niet. En Plinius heeft hem een viaticum, reisgeld, meegegeven. Dederam, anafoor. Ik had dat gegeven, van dare. Ik had, plusquamperfectum, ik had gegeven dit, dus dat reisgeld, voor zijn vriendschap, aan zijn vriendschap. Ik had het gegeven ook aan de verzen die hij gecomponeerd had over mij. Martialis heeft een gedicht over Plinius geschreven, dat is ook bij Martialis overgeleverd, lezen we ook. En dat gedicht heeft hij kennelijk geschreven om... Martialis heeft dus een gedicht geschreven over Plinius, en Plinius heeft hem daarom wat geld meegegeven toen Martialis terug wilde naar Spanje. Fubit, het was letterlijk van een gewoonte... Antiqui, het was van een oude gewoonte. Het was eigen aan de tijd van vroeger, betekent dat. Vroeger deden we altijd het volgende. Wat was eigen, wat was een oude gewoonte? Om te ornaren, om te eren. Die mensen die scripserant hadden geschreven. Die hadden geschreven laudes, lofprijzingen. Ofwel van A, ofwel van B. Dus die lofprijzingen, de lof hadden gezongen van individuele personen, singulorum, of van steden. Om die mensen dus die dat deden, om die te eren, ofwel met A, ofwel met B, ofwel met speciale ereambten, ofwel met geld. Wat Plinius bedoelt is dat hij dus Martialis heeft geëerd met geld, omdat hij de lof heeft gezongen van Plinius zelf. Dus in dit geval gaat het niet om die steden, maar om de lof van privépersonen, Plinius zelf. Vroeger was dat de gewoonte, zegt Plinius. Maar, echter, nostris temporibus, in onze tijden, in onze tijd, is dat ex olevit, is dat in onbruik geraakt. Hoc is het onderwerp, is dat gebruik om mensen te eren met geld of met ereambten, is dat in onbruik geraakt. En dan sla ik een stukje over. Zoals in onbruik geraakt zijn, moet je hier aanvullen, ook andere dingen, alia, onzijdig meervoud, indrukwekkende, speciosa en uitstekende, voortreffelijke dingen in onbruik zijn geraakt. Zo is ook dit, dus het meegeven van zo'n reisgeld, in de eerste plaats in onbruik geraakt. De meeste mensen, zegt Plinius, doen dat niet meer. Ik heb dat in dit geval wel gedaan, misschien daarmee willen aantonen dat hij van de oude stempel is, zo goed als de Romeinen van vroeger. Want nadat
Deciimus is het perfectum vorm van decinere ophouden, nadat wij zijn opgehouden om te doen. Geprezen moeten de woorden dingen, en gerundivum in de accusativus onzijdig meervoud, dingen die geprezen moeten worden, want nadat wij begonnen zijn of zijn opgehouden met dingen te doen die geprezen moeten worden, denken wij ook. In eptu moet je esse aanvullen, dat is een ACI dan die afhangt van dat putamus. Denken wij ook dat het dwaas is om geprezen te worden. He, dus we vinden het niet meer normaal om, we zijn opgehouden om dingen te doen die geprezen moeten worden. En het gevolg daarvan, zegt Plinius, is dat we denken dat geprezen worden, dat het ook niet meer moet. Zoals ik Martialis nu wel prijs, vanwege het feit dat hij een mooi gedicht over mij geschreven heeft. Quaeris, je vraagt, die je, dat is dus de aangesprokene van de brief, Cornelius Priscus, je vraagt welke zijn de versjes voor, waarvoor ik dankbaarheid heb teruggebracht, letterlijk. Retuli is een perfectum van referre. Hè, dus referre gratiam is dankbrengen. Dus je vraagt, welke zijn dan? Sint in de conjunctivus vanwege de afhankelijke vraag. Je vraagt, welke zijn dan de versen waarmee, nee, waarvoor, dit is een dativus, waarvoor ik dank heb gebracht. En dan komt er nog een conjunctivus, remitterem, conjunctivus irrealis van de niet-werkelijkheid. Remitterem te, ik zou jou kunnen verwijzen, mitter is sturen, remitter is terugsturen. Ik zou jou kunnen terugsturen, ik zou je kunnen verwijzen naar het volumen, dat is een boekrol, naar de boekrol zelf. Dus zoek maar, ik zou kunnen zeggen, van zoek die, dat gedicht van Martialis zelf maar op in de boekrol waarin dat staat. Ik zou dat kunnen doen, zegt Plinius, als ik niet tenerem vast zou houden, letterlijk, als ik niet zou, uit mijn hoofd zou kennen, quos dan versiculos is de bedoeling, als ik niet een aantal van die verzen uit mijn hoofd zou kennen. En jij, als deze verzen, dus die ik nu ga citeren, dat heb gebeurd in het vervolg hier, als deze verzen die ik nu ga citeren, als die bij jou in de smaak gevallen zullen zijn, letterlijk, als je die leuk vindt, dan moet jij maar, dan zul jij die zoeken, of dan moet je die maar zoeken, dan moet je die maar opzoeken, de andere verse, dus de rest van het gedicht, in Libro, in het boek van Martialis is de bedoeling, zelf. Dus ik ga nu, zegt Plinius, een gedeelte van dat gedicht citeren. Als je dat leuk vindt, dan zul je de rest zelf wel opzoeken.